Hallo jongelui, even op verzoek van Evert Golleman een filmpje hoe je een meest simpele visserval kan maken. Ik heb al het een en ander voorbereid. Ik heb hier een literfles van anders, etiket eraf, goed omspoelen. Misschien is het zelfs beter om een fles te nemen van water, spa of whatever, zodat je zeker weet dat er geen limonaderesten in zitten. Maar goed, het is mij even voor het voorbeeld. Zoals je ziet, het bovenste derde gedeelte heb ik afgezaagd. Een ijzerzaagje nemen of een scherp mesje, één van beide. En wat doe je nu? Je haalt de top eraf en doet hem andersom naar binnen. Zo, dat is de visserval. De vissen zwemmen naar binnen, komen in het grote gedeelte, willen natuurlijk de kortste weg, denken ze, en komen hier terecht waar ze niet weg kunnen. Er zijn er maar heel weinig die de uitgang weer kunnen vinden. Wat je natuurlijk moet doen, is een beetje aantrekkelijk voer erin. Bijvoorbeeld levend voer, levende rode muggenlarven of iets dergelijks. In het geval van Evert, je wil een wat grotere Malawi vangen, een moeder met jongen in de bek. Ja, dan moet je hier natuurlijk nog een stuk van afsnijden, zodat de opening groter is, zodat ze ook inderdaad naar binnen kan. Kans is dan ook wel groter dat ze de weg weer naar buiten vindt. Maar goed, dat is een kwestie van opletten. En je zult altijd zien, eerst gaan alle vissen erin die je niet moet hebben. Dus het is een kwestie van volhouden. Oké, succes!